De film Nomadland van regisseur Blue Zhao is in de nacht van donderdag op vrijdag de grote winnaar geworden bij de Spirit Awards. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste films van onafhankelijke studio's, is een van de graadmeters voor de Oscars die zondag worden uitgereikt. Tekst gaat, verder onder advertentie: Nomadland won de prijzen voor beste film en beste regie. Het drama gaat over een vrouw, Frances McDormand, die weduwe en werkloos is geworden en besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere nomaden. De film, die in Nederland vanaf 30 april op Disney Plus te zien is, geldt ook als favoriet voor de Oscars. De prijzen voor beste acteur ging naar Riz Ahmed voor Sound of Metal, een indringend drama over een drummer die doof wordt. De film is in Nederland te zien op Amazon en is gefilmd door een Nederlandse cameraman, Daniel Bouquet. Beste actrice werd Karen Mulligan voor de metothriller Promising Young Woman. Zij speelt een vrouw die, jaren na de verkrachting van haar beste vriendin, wraak neemt op de daders. Promising Young Woman is in Nederland vanaf maandag te zien via Amazon Prime. Minari: de winst voor Ahmed was opmerkelijk. In deze categorie was ook de vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman genomineerd, voor het drama Ma Rainey is Black Bottom. Boseman geldt als absolute favoriet voor de Oscar voor beste acteur dit jaar. De Spirit Award voor beste bijrol ging naar de Koreaanse actrice Yoo Young Young, die in het immigratiedrama Minari een dementerende oma speelt. Minari komt wel uit in de Nederlandse bioscopen, als deze de deuren weer mogen openen na de coronalockdown. De bioscopen zijn inmiddels 5 maanden dicht. Buzzelets blokkade